Hallo allemaal, welkom bij mijn tweede stagevlog. Ik kreeg de laatste tijd vaak de vraag hoe het is om nu stage te lopen bij JobTools. Daarom besloot ik om dit samen te vatten in een video. Veel kijkplezier! Stage doen bij JobTools is altijd een warm welkom. 2 hours later. Hier werkt een jong en dynamisch team. En dit is het team. Het werk is er erg gevarieerd. Van filmen, shoots doen en editen tot blogposts en whitepapers schrijven. En templates en visuals ontwerpen. Als stagiair, digital marketeer doe je er van alles. We worden hier als stagiair ook goed begeleid en krijgen op alles feedback. Als iets niet goed is, wordt dit gewoon gezegd. Als iets wel goed is, wordt dit ook zeker gezegd. Af en toe een taartje of dessertje op kantoor moet natuurlijk ook kunnen. Of vaker dan af en toe. JobTools is een zeer open-minded werkplek met een toffe sfeer die je zeker niet zal vergeten. Om te ontspannen zijn er dus enkele mogelijkheden op kantoor. Zo is er een pingpongtafel, nerfgeweren enzovoort. Naast taart is er ook veel hot sauce. En als ik veel hot sauce zeg, dan bedoel ik ook echt veel hot sauce. Werken gebeurt er in een kleine hechte groep. Zoals je kan zien zijn we met niet veel. Hier zie je ons een poging doen tot met z'n allen een groepsfoto maken. Maar toen kreeg Arne een telefoontje. Dus laten we dit nog eens proberen. Zo, dat was een korte samenvatting van hoe het is om stage te lopen bij JobTools. Hopelijk vonden jullie het leuk. Tot de volgende keer. Bye.